Jeruzalem naderden en in de buurt kwamen van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Jezus twee van zijn discipelen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp dat daar ligt en zodra jullie er binnenkomen, zien jullie daar een ezelsveulen vastgebonden staan aan een deur die nog nooit iemand heeft gezet. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt: waarom doen jullie dat? Zeg dan: de Heer heeft het nodig en hij zal het dier ook weer terugbrengen. En zo gingen ze op weg en ze vonden die jonge ezel vastgebonden aan de deur die uitkwam op de straat. En ze maakten hem los. De mensen die dit zagen zeiden: waarom maken jullie die ezel los? Ze zeiden bij zichzelf: maar niet tijdens het feest, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in het huis van de van Lepra genezen Simon was, kwam er een vrouw naar hem toe met een alabasterflesje vol zuivere, kostbare nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie over het haar van Jezus. Sommige aanwijzingen
Pesachdag van het feest van het ongedezende brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden de discipelen tegen Jezus: waar wilt u dat wij het Pesachmaal voor u voorbereiden? En daarop stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit en zei tegen hen:
nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. En daar zei Jezus tegen hen: antwoorden. En hij komt voor de derde maal terug en zei tegen
Neem hem gevangen en voer hem af onder strenge bewaking.
Petrus ontkende het en zei: ik weet niet waar je het over hebt. Daarop liep Petrus snel naar buiten, naar het voorportaal. En toen hij het meisje daar tegenkwam, zei datzelfde meisje opnieuw, nu ook tegen de omstanders: hij is één van hen. Maar Petrus ontkende het voor de tweede maal. En al gauw zei ook de anderen die daar stonden tegen Petrus: jij bent wel degelijk één van hen. Jij komt ook uit Galilea. Maar Petrus begon te vloeken en hij zwoer: ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide een haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem had gezegd: voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. En Petrus begon te huilen. Ochtends, in alle vroegte, kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden bij elkaar in het Sanhedrin. Daar lieten ze Jezus boeien en afvoeren en ze brachten hem naar Pilatus. En Pilatus vroeg Jezus: bent u de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem: Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte elk Pesachfeest een gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden vermoord.
zoekten hem. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar en ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisten en het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning der Joden. Samen met hem kruisten ze ook twee misdadigers, één rechts van hem en de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem.
naar de lippen van Jezus. De man zei: eens kijken of Elia komt en hem eraf haalt. Maar Jezus slaakte een luide kreet. Hem zo zag sterven, zei hij.